Hallo en welkom bij een zomerse jaar van de tuin. Ik zou zo meteen zeggen de laatste voor de zomer, want we gaan er even een maandje met de zomervakantie tussenuit. Vorige keer hebben we het gehad over varens en schaduw, want het was een beetje een regenachtige periode. Nou, nu schijnt de zon volop en gaan we met goede moed er samen tegenaan. Samen aan de slag. Het gaat vandaag over samen tuinieren en over dingen als hofjes. En het gaat over vlinders, want nu de zomer er weer is, word je wel erg vrolijk van alles wat je rond ziet fladderen. Daarvoor zijn bij mij aangeschoven twee gasten in plaats van één, wat we normaal doen. Dus dat is ook weer net een beetje een zomerse special. Om te beginnen heb ik meneer Siebrand van der Ploeg. Hallo Siebrand. Dank je. Jij bent van Stichting Leiden Oogst, bestuurslid. Kun je iets vertellen over Leiden Oogst? Want ik denk dat mensen dat vaak niet kennen. Denk ik ook. Want we zijn eigenlijk beter bekend van het Zoeteland, de stadstuinderij het Zoeteland. En inmiddels sinds 2-3 jaar ook van groentepark Bontekoe. Dat is de moestuin in de Zeeheldenbuurt waar we groenten telen voor de voedselbank. Mm-hmm. Uitsluitend voor de klanten van de voedselbank. Maar de stichting is opgericht in 2013. Al snel daarna kregen we een stukje grond bij de, het hoekje Singel, of Zoeterwoudse Singel en Kroonsteinkade. Mm-hmm. En daar hebben we een moestuin opgezet waar 125 huishoudens wekelijks zelf hun groenten komen halen. En dat is, dat is veel. Ja, dat is veel. En dat is dat ook dankzij een hele goede tuinder die we hebben. Dat is Jessica Zwartjes. Die heeft daar een fantastisch teeltplan en zorgt ook heel goed voor de bodem. En dat behoort ook bij de doelstellingen van Leiden Oogst. Namelijk gezond voedsel van een gezonde bodem, dicht bij huis, maximale aandacht voor biodiversiteit en samen. Gewoon het samen doen. Dus dat betekent bij het Zoeterland dat de mensen die oogstdeelnemer zijn, zo heet dat dan bij ons, die betalen voor een heel jaar vooruit een bepaald bedrag, zodat we alle kosten hebben kunnen voldoen. Dus pootgoed kopen, spullen kopen. Jessica krijgt ook een vergoeding omdat ze daar een deel aan inkomen heeft. Dus het is dat is het economische aspect. Maar er werken ook 35 vrijwilligers. Wow. Die samen ook zorgen dat die moestuin draait, onder leiding van Jessica natuurlijk. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de moestuin van de voedselbank, de groentepark Bontekoe. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Die is nog groter, of niet? Nee, die is juist een kwart maar van wat het Zoeterland is. Okay. Maar als je ziet wat daar aan groenten van afkomt, dan sta je versteld inderdaad. Echt, vorig jaar hadden we 600-700 kilo aardappelen. En gewoon wat voor aardappelen? Je denkt, een aardappel, wat is er nou aan een aardappel? Maar de klanten van de moest van de voedselbank zijn nog nooit zulke lekkere aardappelen gehad. Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja. En ook superleuk om te horen. Ja, absoluut. Ja. En als bestuurslid, had je nou al van tevoren al iets met landbouw, moestuinieren, groene vingers? Of hoe ben je daarbij verzeld geraakt? Groene vingers helaas niet. Ik was gewoon een pennenlikker die de hele werkende leven achter een beeldscherm heeft gezeten. Okay. Nou ja, ook wel erop uit naar klanten toe. Maar mijn opa's hadden wel veel met landbouw. Ene opa was boer in Groningen. De andere opa woonde ook in Groningen trouwens, want mijn familie komt daar vandaan. En die had ook wel koeien. Ze hadden tot op het laatst hadden ze een moestuin. Nou ja, je had daar gewoon de lekkerste dingen van. Dus ik had altijd wel, toen ik ook nog tegen het eind van mijn loopbaan was, dacht ik, ik wil veel meer naar buiten. En ik wil ook iets met groenten, met eten, met voedsel, met verantwoord voedsel. Mm-hmm. Want we zijn al jaren eten we biologisch thuis. En dat vinden we belangrijk voor de leefomgeving. Mm-hmm. En voor de hele wereld. Dus vandaar die schone grond, gezond voedsel. Er worden geen middelen gebruikt op het Zoeterland of de Bontekoe. Dus geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. Alles ecologisch. Het woord biologisch mogen we niet gebruiken, want dan moet je gecertificeerd zijn. Ja. Maar dat is in ons geval niet nodig, want we zijn helemaal volgens het boekje. Dus, nou stond er net, dan hoorde ik van, dan ben je bestuurslid. Ja. Zijn nou ook nog vaak gewoon met je handen in de klei, met je pompoenen of zo? Oh, elke week. Ja hoor, ik ben vrijwilliger sinds dit jaar op de groentepark Bontekoe. Ja. En daarvoor ben ik 4 jaar vrijwilliger geweest op het Zoeterland. Mm. Ah, dat is gewoon zo'n verademing, van na een kantoorleven. Dat je gewoon lekker in de... en gezellig en leuke mensen. En wat het helemaal leuk maakt, is dat je het voor een bepaald doel doet. Dat je gewoon echt er zit een idee achter van, we zijn nu bezig met heel gezond eten. Voor, Zoeterland 125 huishoudens. En voor de Bontekoe, voor klanten van de voedselbank. Voor wie het gewoon lastig is. En de mensen van de voedselbank hebben er gewoon, is het lastig om gewoon goede verse groenten te krijgen. Dat en dat krijgen ze nu
Nou ja, bijna elke week hebben we een enorme oogst. Krijgen ze een keurige tas mee naar huis met gewoon voor die week weer lekker dingen erin. Afgelopen week is van 1500 preien uit de grond getrokken. En dat gaat dan in kratten naar de voedselbank. En kom je daar aan en zeg je, wat ruikt dat lekker. Zo ruik je het in de winkel nooit. En nou ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dan ben jij wel helemaal heel blij. Ik kan er heel lyrisch over worden. Ja, ja precies. Nou, het is wel grappig, want er is ooit een film gemaakt over dit soort moestuinen. Hè, die je samen opzet. En die had als titel, Wij kweken hier geluk. Oh ja. En dat is een hele goede titel voor wat we eigenlijk aan het doen zijn. Heel erg en geluk voor heel veel mensen. Hè? Ja, precies. Want het houdt natuurlijk niet op bij jullie en de gezelligheid in zo'n tuin. Nee, zeker niet. Nee, want wat we merken, nou ja, de oogstdeelnemers van het Zoeterland komen elke week en nemen kinderen mee. Dus altijd gezellig maken, een praatje met elkaar. En wat we op het groentepark Bontekoe merken is dat het ligt in de buurt. Er is een wandelpad langs. Er komen heel vaak mensen even langs, even een praatje maken. Gewoon uit de buurt. Dus je hebt binding onderling, binding met je doelstelling, binding met je afnemers en binding met de buurt. Ja. Dat is gewoon ontzettend leuk om mee te maken. Ja. Nou, daar zijn het, ik heb niet echt groene veers. Nee. Ben je zelf ook wel eens ik weet niet of je zelf een tuin hebt, maar ben je daar zelf ook wel eens aan het werk? Nou, dan moet ik een bekentenis doen, want wij hebben wel een tuin. Ja. Een fijne tuin overigens, maar die laten we een beetje verwilderen. Er komt één keer in de, vier keer per jaar of zo, komt er een tuinvrouw. In dit geval. En die doet even het grove werk. Grappig. Het is gewoon, verder gaat het gewoon zijn gangetje. Het gaat zijn gangetje. Samen dus ook eigenlijk dan? Ja. Een beetje. Met de natuur samen en met de tuinvrouw. Samen. Ja, ja. Ja nou, zeker. Ja. Nou ja, die doet gewoon wat ze moet doen. Of tenminste, het is een hele goede hoor, daar niet van. Maar maar in mijn eentje, in mijn eigen tuin. Ja, dat is gewoon niet zo leuk als samen op zo'n moestuin. Nee. En het is... Ik kan het me voorstellen. Sommige mensen kunnen het raar vinden, maar... Nee, heel erg leuk om te horen hoe dat dan zo samen in zijn werk gaat. Nou, er zijn natuurlijk meer gevallen waar mensen samen aan de slag gaan in de tuin. Eén daarvan ben ik een kijkje gaan nemen afgelopen week. En dat was in een hofje. En daar heb ik een gesprek gevoerd met Corrie en Anne, die daar allebei zelf ook een rol in spelen. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Ik zit vandaag enorm genoeglijk hier onder een boom. Hoe kan het Leidster dan dit in een hofje? Nou ja, in een hofje wordt natuurlijk ook vaak veel groen. Daar wordt samen vaak getuineerd. Maar ik had geen idee hoe dat werkte. Dus vandaar dat twee dames bij mij zijn aangeschoven. Yeah. Kunnen jullie misschien even kort je voorstellen? Wie ben je? Hoe lang woon je hier al? Ja, ik ben Corrie van de Krocht. En ik woon op nummer 8. En ik woon hier al 17 jaar. Kijk. En ik ben Ada Rosmolen en ik woon hier volgend jaar 25 jaar. Oh, dat is ook echt al een tijd. Een feestje vieren. Ja, gaan we vieren. Ja, dat was meteen mijn vraag. Er wordt hier veel samen gedaan. Zijn jullie maar echt een gemeenschap of valt dat wel mee? Er worden wel dingen ondernomen, zoals wel eens een barbecue of buurtetentjes. Mm-hmm. Ja. Het is een beetje afhankelijk ook van je samenstelling, want het wisselt ook heel sterk. Hè? Ja. Want jij vertelde dat je in die 25 jaar al heel veel mensen hebt zien komen en gaan. Dus de sfeer verandert dan ook nog wel. Ja. En dus dat maakt ook een beetje uit van hoe de sfeer is en wat er dan georganiseerd wordt. Ja, precies. Want je hebt natuurlijk wel al dit hele mooie stuk groen wat jullie dan delen. Ja. Onderhouden jullie dat dan ook samen? We hebben een tuinman. Oh, kijk, dat scheelt. Ja, dat scheelt. Hebben een tuinman. Die werkt voor ons. Daar betalen we ook voor. Uiteraard. Maar die doet het gras. Die doet de bomen. Mm-hmm. En zorgt dat het een beetje in orde blijft. En verder heb je verschillende perken hier. Ja. In het hof. En die worden dan door de bewoners, ook in samenspraak met de tuinman, wordt dat verzorgd. Dus iedereen heeft... Ze zijn een beetje verdeeld. Het zijn zo van 5 van die perken. En die worden dan onderhouden door... de mensen zelf. En dan staan hier ook wat tafeltjes, dus daar kun je dan ook gewoon vrij gebruik van maken als je daar toevallig zin in mocht hebben. Ja, die hebben we een aantal jaren geleden hebben we die gezamenlijk uit de gezamenlijke pot aangeschaft.
En iedereen die zin heeft om in de tuin te gaan zitten met eventueel bezoek of gewoon eens gezellig alleen lezend aan de tafel. Dat is prima. Dat kan ook. Hey, en tuinieren jullie nou graag zo? Zijn jullie echt groene vingermensen? Of, Corrie wel. Of ik echt groene vingers heb, weet ik niet. Ik heb een moeder met hele groene vingers gehad. Dus toen dacht ik, dat ga ik ook doen. Maar ja, dat is, tuinieren is nog best gewoon klus. Ja. Dat moet je echt een beetje ontdekken ook, hè? Ja, tuinieren. Dat kan ik me voorstellen. Ja, maar je kunt hier volop je gang gaan om dat te ontdekken. En dan hoorde ik ook hier in de buurt zijn een hoop van die gedeelde boomspiegels en dat soort dingen. En ik begreep dat u daar ook dingen mee doet, dat u daar ook bij betrokken bent. Aangesloten. Kijk, ja. Dus dat is nog meer samen tuinieren. De groene groep. De groene groep. De groen en dat, groep. Ja, dat is dus gewoon ook een beetje voor het sociale contact. Ja. En ook om gewoon lekker buiten bezig te kunnen zijn. Dat is natuurlijk heerlijk. En behalve deze gemeenschappelijke tuin, begreep ik dat er ook nog voor iedereen een soort van eigen stukje, nou ja, perkje, hoe noem je het, plaatsje is bij elk woningje? Aan de achterkant. Ja. Dus dat is zelf tuinieren, zelf onderhouden? Ja, dat moet je gewoon, dat is gewoon je privé tuintje eigenlijk. Privé tuintje, kijk aan. Ja. En dan gewoon wat, aan de schutting heb ik dan petunia's en geraniums, ja. Dus, ja, echt heel leuk. Dan maak je gewoon je eigen plekje een beetje. En veel bloemen dus ook zo te horen, bij allebei. Ja, sowieso hier ook wel. Er staat daar natuurlijk van alles. Ik moet leuk, denken. Hè? Is dat een punt? Die bloemen die zijn eigenlijk een beetje door ons erin gebracht. Ah. Want het is een hele groene tuin. Het is ook een beetje een schaduwtuin. Ja. Maar je wilt toch een beetje kleur ook. Ja. Dus en dan ga je gewoon kijken van wat wil groeien hier. Wat slaat in zo'n schaduwtuin. En, maar dit gaat prima. Dit is gewoon heel leuk. Ja. Ja, en dan krijg je straks de herfstas er weer. En je hebt de gulden roede heb je dan ook weer. En de bomen geven ook allemaal bloemen. Dus dat magnolie is de eerste. Ja. En dan de krentenboom. En dan, dat is dan ook een soort kersen. Ik weet niet precies. Maar om de beurt heb je dan weer een bloeiende boom. Oké, die wisselen elkaar ook heel mooi af. Ja, dat is superleuk. Leuk bedacht. Ja, er staat natuurlijk ook nog van alles in het gras met allemaal klaver en madeliefjes. Ja, helaas geen kippen vandaag, want het zou natuurlijk heel leuk geweest zijn. Er zijn kippen. Ja, van de school. Ach, kijk, die komen hier lekker scharrelen. Die komen hier scharrelen. Met hun kuikentjes. Och, ja. Oh, dat is heel leuk. Zeker in de lente natuurlijk. Ja. En ik zie nog overal rozen en bloempotten langs de gevels. Dus dat is ook nog iets wat bewoners zelf doen. Dat doen we ook zelf, langs de gevels. Ja. Klinkt echt heel lekker, zo'n mooi groen hofje. Ja, en dan, daar word je toch gelukkig van. Het is gewoon lekker ruim ook, hè? Ja. En hierachter heb je dan de school, dus dat mogen we ook van meegenieten. Ik kan het zeggen, dat hoort u waarschijnlijk wel. Ja. Maar dat is ook heel vertrouwd. En 's morgens om 7:50 komt de bal, weet je. Dus met de bal, een jongetje met de bal. Ach, ja, grappig. En dan speelkwartier. En dan tussen de middag. En dan 3:00 is het klaar. Zo erg het ritme. Ja. Dat is niet vervelend? Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. 'S Avonds is het heerlijk rustig. Ja, dat is natuurlijk ook. En de weekends zijn stil. En de weekends zijn stil. En soms horen we het koor zingen. Dus daar genieten we ook allemaal van mee. Ja. Toch heel leuk. Samen wonen, samen leven, samen tuinieren. Ja. Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik denk dat we nog even zo meteen een rondje gaan lopen. Bedankt in ieder geval voor alle mooie verhalen over het samen tuinieren in het hofje. En dan, nou, graag gedaan. Wellicht tot ziens. Ja. Nou, dat was een heel gezellig hofjesbezoek. In de tussentijd is bij mij een tweede gast aangeschoven. Ik zei het al even, dit is de zomerspecial, dus ze doen het allemaal net even een beetje anders. Dat is Ineke Radstaat, want jij bent van de Vlinderstichting. Ja, klopt. Wat doe jij zo al met vlinders en bij de stichting? Hoe ziet dat eruit? Nou, ik ben projectleider bij de Vlinderstichting. Mm-hmm. Ik heb een heleboel collega's. Wij werken met 35 mensen ongeveer aan vlinderbescherming. En dat doen we ook nog samen met 1500 vrijwilligers en bijna 6000 donateurs. Dus we doen heel veel. Ik ben eigenlijk vooral bezig met publieksprojecten. En dat houdt meestal in mensen laten kennismaken met natuur in het algemeen en vlinders in het bijzonder. Okay. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld doe is dus jaarlijks een tuinvlindertelling organiseren. Om zoveel mogelijk mensen anders te laten kijken naar hun tuin en naar welke vlinders daar voorkomen. En die vlindertelling die zit er nu dus aan te komen, toch? Begreep ik? Ja, die is eigenlijk ieder jaar in juli. Okay. De hele maand juli kan er geteld worden. Dus hij is al eventjes begonnen, maar hij duurt ook nog eventjes. Ja, precies. Want dan zijn er gewoon de meeste vlinders.
Ja, ik zag inderdaad al een en ander rondfladderen hier in de buurt. Ja. Nou had je mij al een hele hoop, ik zie ook dat je een vlindergids mee hebt. Ja. En dat zijn er alweer meer dan ik ooit had bedacht dat er zouden zijn. Ja, en het zijn er nog. Ik heb ook nog even deze. Dit is eigenlijk alles wat er in Nederland voorkomt. Oh jeetje. Hoeveel zijn het er? Ja, dit zijn er, hier staan er 72 op. Oh. Dus dit zijn ook een aantal die in Nederland inmiddels helaas zijn uitgestorven. Ach, maar die hebben we hier toch opgezet, ook omdat ze vaak in aangrenzende gebieden, net in Duitsland of net in België. Oh ja, nog wel zijn. Ja, dus je kunt ze nog wel zien. Maar hier staan dus ook hele grote zeldzaamheden op. Dus die hoef je ook niet allemaal te weten. Uit je hoofd te kennen, nee. Nee, precies. Ik weet ze ook niet allemaal. En op deze staan dan alleen de vlinders die je in de tuin zou kunnen vinden. Dus dat valt nog wel mee. In de gemiddelde tuin komen ongeveer 5 soorten voor. En alles bij elkaar opgeteld kun je zo'n 20 soorten vlinders in je tuin verwachten. Mm. Dus meestal, dat als je er eentje ziet, overzien. Precies. Ja. En als het dan lukt om een foto te maken, dan meestal met zo'n kaartje kom je er dan wel. Ja, ik zat te denken, want je had me ook wat foto's natuurlijk opgestuurd van een aantal soorten. Nou, een paar die herkende ik wel. Ja. Ik weet niet zo goed, ik zag een Atalanta sowieso, die herkende ik wel. Nou, daar heb je hem. Dat is deze, ja. Dus ik denk dat die mensen wel herkennen. Ja, die is ook de afgelopen jaren steeds het meest geteld in de tuinvlindertelling. En hij valt echt op door dat zwarte, ja, grote zwarte vlak en dan die witte stippen op het lijf of op de vleugels. En ik vind deze altijd best wel bijzonder omdat het een trekvlinder is. Veel mensen weten dat niet. Nee. Maar naast trekvogels bestaan er ook trekvlinders. En die vliegen hele grote afstanden, of? Ja, Atalanta's komen dus echt uit Zuid-Europa en Noord-Afrika elk jaar hier naartoe. Wauw. Dus deze, als je ze ziet in je tuin, dan weet je dat ze er een ontzettende afstand op hebben zitten. Deze is, vlinderaars noemen dat vers. Dat vind ik altijd een beetje een gekke term. Maar die is dan net uit de pop. Dus nog helemaal gaaf en helemaal mooi. Die zijn dan hier geboren. Maar de Atalanta's die uit Zuid-Europa komen, die hier aankomen, die zijn dan vaak een beetje gerafeld en een beetje bleek en van kleur verschoten. Dat is ook niet zo gek natuurlijk na zo'n tocht van al die kilometers. Dan heb je wel wat stof op je vleugels zitten. Ja, ja, dan zijn ze echt wel een beetje gehavend. En dat kun je wel zien. En deze, dit is een? Dit is mijn persoonlijke favoriet, de dagpauwoog. En die is eigenlijk ook wel in elke tuin te vinden. En ze zijn nu ook, ze komen eraan. Dus we krijgen nu erg veel meldingen van rupsen en poppen. Wat betekent dat er echt over een paar dagen dat je steeds meer dagpauwogen zult zien. Ik dacht heel veel toen je zei ze komen eraan, is dit ook een trekvlinder? Nee. Maar je bedoelt meer gewoon, die zijn nu aan het ontpoppen. Ja, die zijn nu aan het ontwikkelen. Wat we bij vlinders vaak zien is dat je in het voorjaar zie je ze vliegen. En dan is er eigenlijk een tijdje niks. Ja. Dat is meestal in de maand juni ongeveer. Oh, ligt er ook een beetje aan wanneer, hoe het voorjaar is en hoe koud het is. Dus het is nu allemaal wat trager, omdat het in het voorjaar dit jaar zo koud was. Mm-hmm. En dan in die periode zijn vlinders eitje, rups en pop. En dat duurt een paar weken. En daarna krijg je een nieuwe golf. De zomervlinders noemen wij dat dan. Ja, en daar hoort die dagpauwoog ook echt bij. Dat is een echte zomervlinder. Hè? Ja, ik vind hem prachtig. En ik vind het ook zo bijzonder dat hij dus die hele metamorfose heeft doorgemaakt. Dat eitje, die rups en die pop. Want dat zie je niet. Nee. Maar de dagpauwoog kennen de meeste mensen wel. Maar ja, die heeft precies. Dus toch, er is van alles gebeurd wat je eigenlijk helemaal niet ziet. En dat maakt altijd dat ik het extra leuk vind om deze te zien. En nou zat er ook nog een hele vreemde bij. Dat was deze. Die herkende ik wel. Ik was hier vroeger altijd door in de war. Maar dit heet dus een kolibrievlinder. Ja. Kun jij iets, want hij lijkt nou best wel op een kolibri. Ja, leuk hè? Is dat gewoon een Nederlands vlinder? Het is, niet helemaal. Net als de Atalanta die we net zagen, is het een trekvlinder. Oh, deze ook, mooi. Ja, nou ja, ik wil ook meteen. Dit is een? Dit is een koninginnenpaasje. Oké. Dat is echt wel, die had ik erbij gezet. Ja, als je die ziet, dan is je dag echt goed. Ja. Vroeger kwam die alleen maar in Zuid-Nederland voor, onder de rivieren. Maar door de klimaatverandering en de steeds warmere zomers, dit is een van de weinigen die daar heel erg van houdt, schuift hij langzaam naar boven. En wordt hij tot in Groningen ook gewoon waargenomen. Dus deze. Gewoon door heel Nederland. Ja, je kunt hem gewoon zien. En als je venkel of dille in je tuin zet of wortels. Dat wilde ik inderdaad vragen. Want wat voor dingen, als ik zo'n speciale nou wil, of gewoon überhaupt vlinders leuk vind. Ik zie natuurlijk veel koolwitjes. Waar komen ze nou op af? Wat is nou echt de lievelingsbloem als je zegt ik wil graag vlinders? Ja, het heeft eigenlijk altijd twee kanten, dat verhaal. Want vlinders hebben een heel ander dieet dan hun kinderen, de rupsen. Ah. Eigenlijk vind ik altijd net als bij mensen, hè, waar baby's alleen maar melk drinken en verder niks hoeven, hebben wij een heel ander dieet. En eigenlijk is dat bij vlinders ook zo. Mm-hmm. De rupsen, die hebben een heel ander dieet dan de vlinders. En als je vlinders wil zien, dan moet je bloemen neerzetten waar nectar in zit.
En dat kan echt van alles zijn. Er zijn heel veel verschillende. Bloemen gewoon. Ja, bloemen met nectar erin. Dus niet alle bloemen geven nectar, want er bestaan ook best wel veel tuinplanten die gekweekt zijn voor ons. Op kleur en op geur. En daar zit dan vaak nog maar heel weinig nectar in. Dus je moet wel even bij de meeste tuincentra of kwekers. Even navragen. Ja, kun je het gewoon vragen. Tegenwoordig is er ook gelukkig heel veel aandacht voor. Vlinderstruik is misschien wel de bekendste. Ja. Die paarse of witte. Ja, die heeft heel veel nectar. Maar als je deze wil, dan moet je vooral ook zorgen dat je de planten neerzet waar de kindertjes van houden. En dat is dan niet die vlinderstruik, want rupsen hebben niks aan nectar, want dat lusten ze niet. Maar iets met veel groene blaadjes, denk ik dan. Nou, koninginnenpaasjes zijn helemaal afhankelijk van planten uit de familie van de schermbloemen. Dat is misschien een beetje abstract, maar dat is het inderdaad wel. Wortels zijn dat, dille is dat, venkel is dat. Dus koninginnenpaasje komt vaak heel veel voor in moestuinen inderdaad. Leuk. Ja, of in volkstuinen zie je hem heel veel. Dus als ik nu naar zeg maar, de moestuin die net langskwamen, dan kan ik gaan vlindertellen. Nou, had je daar een foto bij, dan heb je een app voor. Ja, er bestaat een app en ook een website. Dus dat kan allebei. En die heten ook allebei Vlindermee, de website vlindermee.nl. Vlindermee.nl. Ja. En daar staat hij op. Nou ja, je ziet hier eigenlijk hoe makkelijk het ook is. Ja, gewoon een plusje en een minnetje en een plusje. En als ik een koolwitje zie, dan kan ik hem opplussen. Precies, ja. En je, of je kunt gewoon daaronder je telling opslaan. En dan zul je net zien dat je dan een half uur later weer wat anders ziet. Hè, die je niet in je telling had zitten. Ja. Kun je gewoon een nieuwe telling aanmaken. Maakt niks uit. Dat kan ongelimiteerd. Okay. Het is, als je elke dag wil tellen, mag dat. Maar als je één keer telt en je zegt, dan vind ik het goed. Is ook goed. Alles helpt. En ja, je kunt dus met de fotootjes heb je ook wat hulp bij herkenning. Precies. Dan heb je een klein beetje herkenning. Als je niet zo'n mooi gidsje klaar hebt liggen, dan is daar dus gewoon de app Vlinder mee. Nou, deze kun je ook downloaden op diezelfde website. Oh, die staat er ook gewoon op. Dus daar kun je hem ook... En dan kunnen jullie weer gebruiken voor onderzoek en in kaart brengen waar wat zit. Ja, het is voor ons daar weer enorm mee geholpen. Heel belangrijk om te weten inderdaad welke vlinder nou waar voorkomt. Nou, ik ga denk ik dit weekend gewoon de app installeren en lekker tellen. Dankjewel voor alle uitleg. Graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Dus ik zou zeggen, geniet veel dag verder. Ja, veel plezier met tellen straks. Dankjewel. We hadden natuurlijk een winnares van de tuin makeover. Dat was Ezra Ohio. Nou, bij haar ging vorige week de tuinontwerpster langs. Dat was Dillis Moons. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En we hebben een filmpje gemaakt met Grace. Die is daar langs gegaan met Dillis mee. Om te kijken hoe dat nou gaat. En de start te zien van de kennismaking. Nou, ik ben Dillis en ik maak tuinontwerpen, beplantingsplannen. Hoi! Hallo! Goedemiddag! Goedemiddag! We zijn van het jaar van de tuin. Ja. En we komen jullie vertellen dat jullie de tuinverbouwing hebben gewonnen. Oh, ja. Wat een leuke nieuws! Ja toch? Ja! Op deze bewolkte maar zomerse dag. Ik begin ook eigenlijk met een presentatie te maken, dus eigenlijk met sfeerbeelden. Ik ga planten uitzoeken, materialen uitzoeken. En dan neemt hij altijd eerst even met jullie door om te kijken van goh, is het in lijn met jullie hopen en willen? En als je zegt, dit vind ik nog niet mooi, kan ik het nog aanpassen? Als je zegt van nou, dit vind ik mooi, dan ga ik vervolgens gaan, ik teken het nog met de hand uit, teken ik eigenlijk op het plattegrond uit in de 2D. Van waar komt wat, waar komt terras, waar komen planten, waar komt het gras? En daarnaast ga ik ook een beplantingsplan, dat is nog een ander stuk, is ook een plattegrond, dat je weet welke plant komt waar. Ja. En dan maak ik ook een beplantingslijst, dan weet je precies. Hoe heet de plant? Wanneer bloeit die? Hoe groot wordt die? En waar staat die dan ook in de plattegrond? Ja, dat is goed. Vandaag ben ik hier eigenlijk als eerste bij jullie om gewoon eens te kijken van wat vinden jullie mooi? Wat zijn jullie wensen? Waar houden jullie van? Wat vinden jullie niet mooi? Om samen gewoon eens te kijken of we vanuit daar een ontwerp kunnen gaan ontwikkelen. Ja, mooi. Ja. Dus misschien helpt het altijd eerst mee te zeggen van goh, met hoeveel mensen zijn jullie? We zijn met 6 personen. Mm-hmm. Ik heb mijn man en 3 jongens en 1 meisje. En hoe oud zijn de kinderen? De oudste zijn van 10 jaar, de middelste van 8 jaar. En de jongste zoon van 6 jaar. En mijn dochter is van 2 jaar. Oh ja, dus dat is al veel verschillende behoeftes denk ik, hè? Ja, toch? Ja. Met 5 kinderen willen we met andere dingen spelen in de tuin dan een jongen van 10. Ja, ja. Misschien we kunnen, ja, als het kan, in bomen, maar niet in, op de grond in planten. Oh. In de grond. En hoe zou dat niet? In een pot, bijvoorbeeld in palmbomen. Ah, dat is ook bizar. Ja, die blijft groen in winter. Dus zou die van meer wintergroene bomen? Ja.
Ja, en wat voor kruiden gebruiken jullie veel? Mint. En patisserie. En hebben jullie ook gekeken naar zelf naar sfeerbeelden? Hebben jullie toch ook wat plaatjes gevonden die jullie mooi vinden? Ja, dus tot nu toe, als ik het goed heb begrepen, nu zijn we z'n zessen. Vier kinderen van 2 tot met 10. Jullie houden van een moderne tuin. Qua stenen vinden jullie grijze, vierkante stenen mooi. Jullie willen graag een plek om te zitten, om te barbecuen. Je kunt mooi een ronde vijver met een fontein waar vissen in zitten. Jullie willen graag meer groen. Bomen, eventueel met wat mediterraan uiterlijk. Een olijfboom of een palmboom in een pot. Jullie willen schuttingen, wat hoger, 1,80. Jullie willen mooi kunnen laten beklimmen met jasmijn of met kappergroei. Jullie willen iets met een mooi uitzicht op van een zee op de muren. Een stukje met gras, met een trampoline en een schommelbank. Een kruidentuintje. Even kijken, wat hebben we meer? Jullie houden wel van kleuren voor de bloemen, paars, wit. En rood, dus in ieder geval veel verschillende kleuren. Eventueel kijken of er ergens een hangmat kan komen. En jou ik van veel wintergroen is gebruiken. Ja. Klopt het een beetje tot zover? Ja. 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 Ja? Ja. We zijn nu benieuwd. Ja. Nou, en hebben jullie ook gekeken naar de maten? Hebben jullie het samen kunnen inmeten? Dus de afmeting? Ja, ik heb die in de liter. Ik heb dat rondje van gemaakt. Dat is al hartstikke fijn, want dan ik daarmee kan ik dan aan de slag. Nou, en dan kan je dus langzamerhand de eerste stappen zetten naar een groenere tuin. Waarin dus hopelijk ook die bloemen en die vlinders en dat je dat lekker samen oppakt. Dus dat past dan weer helemaal mooi in het straatje. Dan heb ik nog iets wat leuk is over het samen oppakken en wat je in Leiden soms ook wel eens al ziet. Regentonnen. Want er is nu een stimuleringsregeling, zoals dat met een mooi woord heet, vanuit gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap om dus regentonnen te gaan plaatsen. Nou, waarom zou je dat nou doen? Omdat het best wel zonde is om je planten water te geven met drinkwater. Omdat er wateroverlast is en dan weer een periode van droogte. Waarin het dan verdraaid handig is dat je dan zo'n mooie regenton hebt staan. Waarmee je je planten nog goed water kan geven. Nou, hoe kun je nou in aanmerking komen voor die stimuleringsregeling? Dus alle details staan op Jaar van de Tuin. Dus ga daar sowieso om te beginnen altijd even naartoe. Dat zou ik ten eerste zeggen. Maar ten tweede, je zorgt dat je met minstens 3 buren een aanvraag doet. Daar zorg je dat je minstens 1000 liter regentoncapaciteit met z'n drietjes hebt. Dus dat kan zijn 333 per persoon. Dan zit je net op 999. En dan krijg je per 100 liter krijg je 10 euro om die regentonnen mee aan te schaffen. Dus dat is hoe het werkt. Ga naar Jaar van de Tuin en ga kijken of je er iets mee kan. Daarnaast hebben we natuurlijk nog het NK tegelwippen. Hoe staan we ervoor voor de zomerstop? Gaan we in de zomerstop nog een sprintje trekken? Nou, ik hoop het. Want inmiddels zie ik dat wij naar plaats 10 gezakt zijn. Dus wat mij betreft wordt de komende maand keihard tuinieren en al die mooie tegels er een beetje zo opwippen. Zodat we dan een keertje weer gaan stijgen boven Breda, Zaanstad, Zwolle, Oosterhout, Vijfheren, Heemlanden, Oldenzaal, Veenendaal, Gorinchem en Rukven uit. Want we moeten naar 1, toch? Dat is waar we het voor doen. Nou, ik zei het al een paar keer, zomerstop. Wanneer is de eerstvolgende aflevering als je niet kan wachten? Dat is de 28e, dan zijn we weer te zien. Dus voor die tijd zou ik zeggen, geniet van uw zomer, geniet van de tuin, geniet van de bloemen, de bijen, de mooie dingen die er te vinden zijn en vooral van de vlinders. En dan zien we u graag in de tussentijd. Mocht u nou in de tussentijd vragen hebben, weet ons dan ook te vinden via info@hetjaarvandetuin. Want dan gaan wij uw vragen beantwoorden. Een hele fijne zomer.